Today, we're going to visit a unique company. Have you ever heard of Lukien? A lot of people haven't, and yet, it's one of the biggest players in Holland's media industry. They create sites, produce programs, create commercials, take photographs, and much more. So let's take a look at one of Holland's biggest multimedial companies. Lukien fights the idea that marketing equals success. They're a company with little to no marketing, but are very profitable. We are here today to find their secret to success. So how do you keep in touch with your clients? Nou, we hebben sinds 1 of 2 jaar doen we 1 keer per jaar een beurs. Nou, dat is heel minimaal. We hebben er voorheen ook al 2 gedaan, maar we gaan naar ID in Rotterdam in de Vanellefabriek om een beetje onze interactieve afdeling wat bekender te maken. Die is niet zo bekend. En dat is eigenlijk het unieke van Lukien, dat we hen kunnen fotograferen. En eigenlijk in ieder reclameblok zitten met commercials. En ook een hele grote interactieve afdeling hebben van 60 man. We staan 40 jaar, dus we zijn ook geen eendagsvliegers. Vaak voor bedrijven ook belangrijk. En we werken eigenlijk 95% voor klanten direct. Wij vinden het belangrijk dat het reclamebureau goed is waar die goed in is. Strategie, concepting, et cetera. En wij zijn een productiebedrijf. Dit is dan voor Philips. En Philips moet ook bezuinigen, besparen. Dus dat voelen wij ook. En de concurrentie wordt daar ook harder, want bij de bureaus wordt ook weer meer bespaard. Dus dat betekent dat we altijd verder moeten kijken naar nieuwe possibilities. Maar we moeten ook kijken naar andere klanten. Dus ja, proactief proberen we ook soms natuurlijk wel eens een keer een klant te benaderen. En how do you attract new clients? Nou, wij zijn huisleverancier van RTL bijvoorbeeld. Alle billboards, idents die je op tv ziet, ja, die maken wij bijna. En dan wil je wel eens een keer een merk op van, joh, kom eens een keer in onze fotostudio te kijken. Want ja, we hebben toch wel iets unieks hier. En ja, zo probeer je toch weer nieuwe klanten te werven. Dat doen we vanuit onszelf en niet met verkopers of adverteren of straat mond op mond. En ja, proactief proberen we natuurlijk ook wel eens een keer wat te doen. Maar ja, niet geforceerd of zo en niet geen gladde salesverhalen. Zo'n grote studio hebben die we eigenlijk van onze eigen dingen gebruiken, zoals je zag bij fotografie en commercials. Omdat we zo'n grote studio hebben, krijgen we gewoon aanvragen voor tv-programma's. Dus vandaar dat we de Voice of Holland hebben gedaan. And what are the effects of the economic crisis on your company? Directie is natuurlijk 4 personen, dus ik doe mijn deeltje en andere jongens binnen de directie doen hun deel. Het is wel mooi dat we gezamenlijk toch in staat zijn, zeg maar, om het bedrijf te besturen, ook in de crisistijd. Het gaat ons natuurlijk een buikenlast van de crisis, maar we mogen wel zeggen dat het wel goed gaat. Ja.